We hebben zelfs onze eigen kleedkamer, filmcrew. Als het goed is, is er nu er niemand. Je moet over ongeveer een uur trein hebben en over anderhalf uur een bus. Ik heb nog niks ingepakt, want ik dacht, ik moet toch zo vroeg op. Dan kan ik net zo goed nog een half uurtje eerder opstaan. Hé, Dikkie. Vroeg, hè? Als je de vogels horen. Hoe warm is het in Amsterdam? Het is op dit moment 7 graden Celsius in Amsterdam. Hoe warm is het in Parijs? Het is op dit moment 7 graden Celsius in Parijs, Frankrijk. Dag Dikkie. Ik verbaas me altijd over dat het voor mij echt voelt als midden in de nacht. Dat er allemaal mensen wakker zijn. Wat gaan die doen? Het moeilijkste stuk van de reis zit erop. En het schoolreisje kan beginnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Top. Je bent de eerste. We rijden nu van Amsterdam naar Utrecht en er stappen nog een paar mensen in, waaronder Robin. Dan gaan we naar Tilburg, er stappen nog wat mensen in en dan gaan we echt op schoolreis. We zijn op weg naar Tilburg, waar de laatste mensen zullen instappen. Gaan we terug naar huis? We zijn al de hele tijd in Parijs, maar het verkeer is echt hel. En nu is er ook nog een auto tegen onze zijkant aangereden. De hele ruit ligt eruit. Kan ik even een timelapse van de treinen maken? Nous sommes arrivés, finally. Chique tent, hoor. Oké. I like it. Hé? Kom weer op in de laatste maand. Oké, en dan nu het uitzicht. Dat is leuk. Ik heb volgens mij nog helemaal niet verteld wat we hier komen doen. Ik heb geen idee. Eerst voorbij komen van deze epische busrit. Oké. Ja, ja. Oh, ben ik ook. Mooi hotel, lekker bed, de wifi doet het, er is een bad. En we gaan zo heel erg lekker eten. Je suis très content. Maar ik zou ook wel even lekker een tukje willen doen. Zaterdagochtend en dat is de dag van het eerste concert. Ik ben namelijk in Parijs met mijn goede vriend en favoriete cameraman Robin om het concert van Guus Meeuwis te filmen. Vorig jaar waren we met Guus in Londen in de Royal Albert Hall en nu mochten we ook weer mee naar Parijs. Super tof. We wachten nu even op Guus en dan gaan we zo de zaal bekijken. Robin en ik zijn hier om een soort achter de schermen sfeerverslag te maken van de concerten. Dus als je dat wil zien, moet je even op Guus' kanaal kijken. En deze vlog is dus eigenlijk een soort van achter de schermen bij de achter de schermen vlog.
Dit is l'Olympia à Paris. Best wel mooi oud theater. We waren net aan het lunchen in het theater. Dat was super lekker. Aan het eind kwam ik erachter dat er ook gewoon chocolademoes is. Had ik ook gewoon heel veel chocolademoes kunnen eten. De soundcheck is in volle gang. Ga even kijken. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik 2 jaar geleden nog niet zoveel liedjes kende van Guus. Behalve de hits. Sinds ik het vaak live heb gezien ben ik het echt heel goed gaan vinden. Het geluid is altijd top, het licht is altijd goed. Onwijs goede muzikanten, hij zingt altijd goed. Gewoon goed. Vorig jaar in Engeland hebben we een paar Britten Guus Meeuwis laten zeggen. Guus Meeuwis. Dit jaar willen we ook kijken of we een paar Fransen het bord op de gevel kunnen laten voorlezen. Est-ce que tu peux prononcer ça, s'il vous plaît? We staan in Parijs. En we zijn Franse mensen aan het vragen hoe je Guus Meeuwis uitspreekt. En hoe doen ze het tot nu toe? Veel te goed. Ja. Dat is helemaal niet leuk. Nee. Kwartier voor showtime. En we hebben net Joep even geïnterviewd en Guus geïnterviewd. Dat ging eigenlijk super goed. De eerste voorstelling kunnen we even lekker kijken. Een beetje aantekeningen maken. En morgen gaan we echt aan de slag. Let's go. De kunst om op te staan als het voorbij is. Op dat ene moment, het hoogtepunt van elk feest. Als de echo nog klinkt, de kater dichtbij is. Net als je voelt dat het mooi is geweest. De eerste show is voorbij, het was super vet. Iedereen was mega blij dat Joep er toch nog was. Hier word ik doodgeschoten met mijn naam. Help! Dankjewel voor alles. Regen in Parijs. De manier waarop je lacht. Dankjewel voor alles. Glas en hoofd. Hallo, hallo. Dit is gelijk receptie aan de lijn. Nee. Een sterrenhotel. Hé, wat rust hè. Goedemorgen. Het is zondag, de dag van het tweede concert. En voordat we weer naar de zaal gaan, gaan we eerst even een uurtje met Guus de stad in. Misschien naar de Eiffeltoren. J'aperçois les couleurs de la maison qui brille et ton corps qui s'obstine à se sentir utile. Zo, Robin. Ja. Net te lang, hè? Tu sembles continuer malgré tout le chemin. Toi qui disais sans cesse, si jamais demain. Tweede show gaat bijna beginnen. Ik ga niet zoveel filmen, want ik moet achter Robin aanrennen. Concert is voorbij, it's a wrap en nu is het tijd voor... Maandag, tweede paasdag, de bus is er alweer en dan stappen we zo in. En dan ga ik heel snel aan de edit, want vanavond zit er al een stukje in RTL Late Night, als het goed is. Bedankt voor het kijken naar deze vlog, abonneer even als je nog niet geabonneerd bent en tot volgende week. Alors, Guus Meeuwis.
Gus Meuwis. Gus Meuwis. Gus Meuwis.